tot 5 jaar moet je je fietshelm vervangen. De kwaliteit van het materiaal is dusdanig verouderd, waardoor het een klap op het hoofd minder goed zal beschermen. En zodra je nou een val maakt, of je laat je helm op de grond vallen, dan is je helm al eerder aan vervanging toe dan je zou denken. Want door een beschadiging zal bij een tweede val je helm je hoofd minder goed beschermen. Wanneer je helm niet meer kan gebruiken, moet je hem niet zomaar weggooien. Helaas kunnen we nog niet van je oude een nieuwe helm maken, maar je helm bevat dusdanig goede materialen die gerecycled kunnen worden. In deze stappen leg ik uit hoe je dat doet. Stap 1. Verwijder de bandjes en de overige losse onderdelen, zoals bijvoorbeeld het vizier of het lampje. Stap 2. Verwijder de shell van het EPS-materiaal. Stap 3. Halveer het EPS-materiaal. Nu je de onderdelen uit elkaar hebt gehaald, kun je ze gescheiden weggooien. Demonteer je helm zelf of lever hem in bij onze inzamelbakken. Helaas is er nog weinig innovatie op het gebied van duurzame fietshelmen, maar wie weet is er ooit in de toekomst een biodegradable helm. Volg ANWB voor alle weetjes en nieuws omtrent fietshelmen.